Vandaag is er een bijzondere kick-off geweest. Wat is er net gebeurd? Ja, vandaag hebben we eigenlijk de start van, van een pilot die we hier op deze ecotuin achter mij... de start van die pilot hebben we gevierd, als het ware. En bij deze pilot gaan wij diabetes type 2 patiënten helpen met een gezondere levensstijl. Omdat we weten dat diabetes type 2 eigenlijk genezen kan worden door een gezonde leefstijl. Vroeger dachten we altijd dat het een chronische ziekte was. Maar we weten steeds meer dat een gezonde leefstijl, dus goede voeding en goed bewegen, dat genoeg is al om diabetes type 2 om te draaien. Maar wat gaat er nou gebeuren de komende tijd? Ja, de twee belangrijkste dingen van gezonde leefstijl zijn gezonde voeding en gezonde beweging. Dus wat we doen, mensen worden hier naartoe verwezen en krijgen kookworkshops gezonde voeding door het LUMC verzorgd. Daar leren ze eigenlijk de basis van gezonde voeding, van het zelf klaarmaken, zelf koken. En daarna worden ze doorverwezen naar de online communities van Je Leefstijl als Medicijn, waar mensen met elkaar blijvend bezig kunnen zijn met gezonde voeding. En aan de andere kant kunnen ze hier op dit mooie terrein met elkaar bewegen. Ja, het LUMC gaat kookcursussen geven. Ja, kookcursussen. We zijn bezig met een project om mensen met diabetes type 2 te leren om het gezonder te koken. En te laten zien wat gezond koken is en dat gezond koken uiteraard lekker is. En daarom staan we ook hier in deze tuin. Daar plukken we de groenten die er voorhanden zijn. En daar gaan we wat lekkers van maken. Zo zie je de herkomst van de groenten. Sommige mensen weten nog niet eens hoe een courgette groeit. En daar maken we wat lekkers mee en proberen mensen een beetje op een leuke wijze kennis te laten maken. Ja, nou heb ik wel eens gehoord, mensen met weinig geld, ja, die kunnen ook weinig kopen. Dus die zullen niet zo snel diabetes krijgen. Maar het tegenovergestelde schijnt juist waar te zijn. Ja, dat klopt. Helaas is laten we het junkfood noemen, hè, wat minder gezond, veel vet, is vaak goedkoper. Een diepvriespizza is goedkoper dan soms een bloemkool. En dat is jammer. En we proberen dat een beetje weg te halen. Want je kan ook best wel met beperkte middelen met verse groentes dingen klaarmaken. En een potje sperziebonen is ook niet heel slecht. Het is altijd beter dan andere kanten klaar voedsel waar veel zout en vet in zit. Jij bent zelf eigenlijk het levende bewijs dat je leefstijl aanpassen kan helpen. Ja, ik was een ernstig diabetes. Ik moest heel veel insuline spuiten. Ik woog 130 kilo. En ik heb in 2015 mogen ervaren dat ik door middel van aanpassing van mijn leefstijl binnen enkele weken kon genezen van mijn medicatie kon laten staan en binnen 5 maanden 40 kilo afgevallen ben. Iemand die niet meer kon lopen, die ging 500 meter. En ik heb recentelijk mijn eerste 10 kilometer wedstrijd mogen lopen. Dus dat is de kracht van je leefstijl als medicijn. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Na 2,5 jaar is het dan weer zover. De stad wordt overspoeld door hardlopers. De Leiden Marathon gaat van start. De hele marathon, de halve, de 10 en de 5 kilometer en de kidsrun, allemaal in één dag. Iedereen heeft er enorm veel zin in. Staat te trappelen, willen graag PR's lopen of een oefenrondje voor de Rotterdam Marathon. Wat dan ook, iedereen is super blij dat ze weer echt mogen lopen met de Leiden Marathon hier in Leiden natuurlijk. Tjeerd, moest je een traantje wegpinken toen ze wegreden? Ja, je kan af en toe gewoon even niks zeggen, Ednan. Dan kan je maar beter even je mond houden. Klaar. Dat is wel moeilijk voor mij, maar... Ja, het is gewoon een historisch moment. En laten we eerlijk zijn, we hebben 2,5 jaar gewacht met z'n allen. Er zijn heel veel mensen overleden, ziek geworden. Moet je kijken wat we met z'n allen hebben meegemaakt. En dat we dan nu weer, notabene als eerste grote hardloopwedstrijd in Nederland, mogen draaien. Ja, waanzinnig. We zijn zo gelukkig dat we met z'n allen weer kunnen hardlopen en er een fijn feest van kunnen maken. En toch de ruimte houden. Hè? Want we hebben alles oversized ingekocht. Grote tenten, zodat iedereen ruimte kan houden en zo. Dus dat doen we allemaal wel. Maar het belangrijkste is dat gewoon iedereen weer, of we weer hardlopen. Volgens mij komt u helemaal uit Nijmegen. Ja, klopt ja. Ja. Nou ja, ik ga een maat van mij aan een mooie tijd helpen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik hier in Leiden aan het lopen ben. Je bent de haas vandaag. Ik ben vandaag de haas, ja. Ja. Ja, dan ben ik wel benieuwd wat voor een tijd er gelopen moet gaan worden. Onder de 3,50 gaan we voor. Goedemorgen, ik hoorde dat jij Running Ronald bent. Klopt helemaal, ja.
En nu eindelijk weer met het publiek, hè. Ze was erbij 2 jaar geleden, of 1,5 jaar geleden. Toen liep ik hem solo. En in november weer solo. En toen dacht ik van vorig jaar, van nou nog een keer, of dit jaar nog een keer, in mei nog een keer solo. Ik denk, nou, laten we maar wachten tot oktober. En nu zijn we er. En het is echt fantastisch weer om mee te doen. Eindelijk weer lekker lopen. Heerlijk, ja. Daar hebben we best wel spanning. Ze is zo lang tijd geleden, dus maar gaat het goed komen. Al eerder hier in Leiden meegedaan? Zeker, ja. Ja. Dit is mijn 2e keer. Ja. Wat maakt een marathon Leiden zo leuk? Ja, de sfeer, de organisatie, alles. Ja, en een mooie route natuurlijk. Ik ben er goed voor, ben er klaar voor. Mijn zus ook, mijn tweelingzus staat achterin. Dus, maar we moeten apart starten, dus vandaar dat ik voor sta, zij achterin. Dus zij gaat me inhalen. Voorbereiding voor de Marathon Rotterdam, die gaan wij met z'n 4 lopen. Dus ja. Dit is even een warming-upje. Warming-up, precies. Generale repetitie. En wat wordt de tijd die jullie in Rotterdam willen gaan lopen? Ik wil voor de bezemwagen uitblijven. Hoe is het om nou weer na zo lang alle coronaperikelen weer lekker met een startnummer op te mogen lopen? Ja, lekker. We hebben zin in. Het is goed weer. Ja, ik moet nu even inhouden, want ik heb hem inderdaad vastgeprikt aan mijn velletje. Maar nee, dat gaat goed komen. Is leuk. Hier vroeger was de 10 gelopen, de 5, maar nee, de half is de eerste keer hier. Dus half is sinds een hele lange tijd. Had je goed getraind? Ik heb blessure gehad. Dat is 1,5 maand terug corona gehad. Best wel lang mee gerommeld. Maar de laatste weken gewoon goed kunnen trainen. Een beetje op de fiets gezeten, gelopen. En best wel een mooi resultaat vandaag. Mooie medaille verdiend? Zeer zeker. Erg moe in ieder geval. En hoe ging het? Fantastisch. Ja, lekker. Heerlijk weer. Dus mooie omgeving. Genoten. Gaaf loop. Heel gaaf. Vooral langs de kant, ook bij de dorpen. Hele enthousiaste mensen. Ik krijg energie van. Echt leuk. Dit is de eerste keer omdat ik uit Hongarije kom. En ik studeer hier aan de Universiteit van Leiden. Dus dit is mijn eerste keer om in Nederland te lopen. Is goed bevallen? Ja, heel goed. Nou, dat is helemaal mooi gelukt, toch? Ja, ik ben niet ontevreden. En hoe was het om weer na zo lang weer een lekkere marathon te kunnen lopen? Ja, toch wel even wennen weer. Met veel aanmoediging langs de weg. Heel goede sfeer. Ook met de lopers onder elkaar. Dus helemaal top. Die pop je aan, dames en heren. Michael Stolwijk. Yeah. Eerste Nederland op jaar. En de eerste geboren. Hij was wel een keer. Geboren getogen. Heerlijk. Ik heb er geen woorden voor. Heerlijk weer. Organisatie top. Alles zat mee vandaag. Ik had een geweldige haas. Sarah, dankjewel Dick. En redelijk constant kunnen lopen. Ruim 7 minuten van mijn PR afgelopen. Ja, ik heb nooit echt vertrouwen in mezelf. Maar mijn trainer die mee fietste, Bram, die zei ook van je kan veel harder. Ja, op een gegeven moment lag ik ver voor. Toen heb ik eigenlijk alleen maar plaats gelopen en genieten van Lage Rijndijk opkomen. En het is geweldig. Oh, ik ga zo lekker bier drinken. Oh. En je hebt al langer moeten wachten, 2,5 jaar in Leiden marathon lopen. Hoe was dat? Ja, je bent elke keer aan het uitstellen. Elke keer voorbereiding van 2-3 maanden. En dan uiteindelijk moet je weer het horen krijgen dat het niet doorgaat. En dat is heel vervelend. Maar ik had met mijn trainingsmaatje Sarah Lachty, die ook in Tokio liep op de 10.000. Daar heb ik gewoon een hele goede trainingsmaat. En haar wedstrijden gingen wel door, waardoor ik ook wel gemotiveerd bleef om dat te zien en mee te maken van dichtbij. Ja, het is gewoon een mooi podium waar zij op loopt. En daar kan ik mooi aan vastsluiten eigenlijk met de trainingen. En, ik ben in april van trainingsgroep veranderd weer naar Bram Wassenaar. Dat zal ik mee hebben, trainer. Netjes jongen, 2:33. Ja, knap. 8 minuten van zijn PR af, hè? Ja. Hey! We geven er wat niet langer wachten. 2:33:07 officieel. Michael Stolwijk! Na 30 jaar een opvolger in Leiden. Hoe mooi kan het zijn? Ongelooflijk. Onze eigen Michael Stolwijk. En ja, de aanleiding is natuurlijk vervelend, want we hebben moeten bezuinigen en konden dus geen buitenlandse lopers aantrekken. Maar ja, dat biedt wel kansen aan regionale en lokale toppers. En Michael hoorde dat. Michael is een geboren Leidenaar. En er is nog nooit een geboren Leidenaar geweest die hem gewonnen heeft, behalve Huub Pracht, maar die woonde hier. Maar is niet geboren hier.
En Michael dacht van, nou, dit is mijn kans. Dus hij is gaan trainen als een gek. Daar wist ik van. Hij heeft ons ingelicht. Wij hebben verder niets gedaan. Want ja, we hebben helemaal niet geregisseerd of zoiets. En hij heeft zelf een strategie uitgestippeld. En die gozer wint. Met een Leidse vlag om zich heen. Ja, dat is toch schitterend. Na 30 jaar een echte Leidenaar als winnaar van de hele afstand. Dat is toch leuk, een Leidse winnaar bij de Leidse Marathon. We doen een oproep aan alle modelbouwers van de regio Leiden, Leiden en omstreken zou ik zeggen, om ons aquarium te verrijken met een mooie mini-molen De Valk. Kindercardioloog Arno Roest is trots op het aquarium in de wachtkamer van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. Er zijn verschillende Leidse objecten in het water te zien. Rembrandt kan je daar vinden, er staat een leienaartje in, de Leidse sleutels zijn te vinden en er staat ook een molen in. Nou, dat molentje voor aquarium, die markt is niet zo heel groot. Dus Aqualease, waar we het aquarium van leasen en die ook ons heel erg helpen met het mooie inrichting van het aquarium, die is op zoek gegaan naar een molen. En dat is eigenlijk niet de molen die we van Leiden kennen. Ja, de molen die we uit Leiden kennen is natuurlijk Molen De Valk. We doen een oproep aan alle modelbouwers van de regio Leiden, Leiden en omstreken zou ik zeggen, om ons aquarium te verrijken met een mooie mini-molen De Valk. Wat we willen vragen aan alle modelbouwers is om een voorstel van hoe zij denken zo'n molen te kunnen bouwen naar ons op te sturen. info@wakz.lumc.nl. Als je daar een A4'tje naartoe stuurt, hij mag ongeveer 45 centimeter hoog zijn, 30 centimeter breed en moet Molen De Valk met de aanbouw zijn. Stuur dat naar ons in voor 1 november en dan maken wij daar een keus. En hopelijk hebben we een winter waarin we lekker kunnen bouwen en tot we in het voorjaar jouw molen kunnen plaatsen in ons prachtige aquarium. Roest benaderde Danielle Boer van Molenmuseum De Valk en stelde voor om de wedstrijd samen te jureren. Ik vond het gelijk een leuk idee. De molen is natuurlijk een heel bepalend gebouw voor de stad Leiden. De Leidenaar die kent hem allemaal, maar het is ook leuk voor de kinderen. Dus vandaar dat we graag meewerken. Er staat nu al een molentje in. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen dit molentje en Molen De Valk? Het molentje wat er nu in staat is een poldermolentje. Dus dat is een klein molentje met de wieken die gewoon langs de grond draaien. Onze molen is een stellingmolen, dus die is veel hoger en daar zit dat balkon omheen. Dus dat is in ieder geval een groot verschil. Jullie krijgen zo meteen een heleboel inzendingen. Wie gaat er beslissen welke molen er uiteindelijk gebouwd gaat worden? Dat gaan Arno en ik samen doen. En we eventjes goed kijken met hoe het plan eruit ziet. En het meest geschikte plan gaan we hier dan zien hopelijk. Meer kan ik niet. Maar de vleugel van de Stadsgehoorzaal die is helemaal gerestaureerd. En voordat er weer concerten opgegeven kunnen worden, moet die worden ingespeeld. Het theater deed een oproep. En maar liefst 150 mensen uit Leiden en de regio melden zich aan als inspeler. Ik had gelezen dat je de vleugel kon proefbespelen. En dat leek me een hartstikke mooi idee. In principe mocht je het zelf weten, maar er stond wel bij in het stukje liever geen hele zachte zweefmuziek. Zoals Einaudi, dat stond er echt. Hij kan echt als een volbloed paard tekeer gaan. Maar tegelijkertijd schakelt hij heel snel en heel soepel over weer naar heel intiem en zacht geluid. Ik ben echt vereerd dat ik hier mag spelen, want wanneer krijg je nou die kans? Ik speel meestal in kleinere gelegenheden. Dus kerkjes of huisconcerten. Die ik zelf ook geef. En verder, ik heb al genoten van de vleugel van de klank. Na iedere speeldag haalt een pianostemmer de vleugel helemaal uit elkaar en worden alle onderdelen opnieuw afgesteld. Hij is nu goed vals, hij is veel gebruikt. En als een vleugel net gerestaureerd is en er zijn nieuwe snaren ingezet, zoals bij deze, er zitten nieuwe hamers op. Die hamers hebben nieuw vilt. Die hamers die worden aangestuurd door de toetsen en de onderhamers. Daar zit ook allemaal nieuw vilt. En dat moet allemaal een beetje inzakken en dat moet allemaal een beetje inspelen. En dat gaat zich zetten. En ook qua intonatie. Er zit een soort elasticiteit in die hamerkop van laagjes vilt. En hoe meer die dan bespeeld wordt, hoe meer zich dat in zijn uiteindelijke positie zet. En dan
dan blijft hij stabiel staan. Anders dan heb je na het spelen heb je altijd weer dat tonen harder worden of dat ze minder goed reageren. Dus het moet zich even zetten. Ik zou hem zo mee naar huis willen nemen. We willen het parkeren in de binnenstad anders organiseren om de binnenstad veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. En daarom willen we in de binnenstad op de meeste plekken de bezoekersplaatsen omvormen voor plaatsen voor vergunninghouders. Dus voor bewoners of een visite of mensen met een andere soort vergunning. En de bezoekers van onze binnenstad die hier komen winkelen bijvoorbeeld, die nodigen we van harte uit om te parkeren in onze mooie parkeergarages. Er blijven wel een paar honderd plekken over om kort te parkeren, maar vaak niet op de juiste plek vinden ondernemers. Deze veelgebruikte parkeerplekken op de Kaarsmarkt verdwijnen bijvoorbeeld. Ondernemer Claudia van der Zeeuw heeft iets verderop haar winkel. Ik denk toch dat we ervoor moeten oppassen dat we de klant niet de stad uitjagen. En dat we die mensen die een bestelling willen ophalen of even snel naar de stad willen, ook moeten faciliteren. Dus kort parkeren op verschillende plaatsen dicht bij de binnenstad echt nodig hebben. Dat hoeven er geen honderden te zijn, maar wel overal een aantal, zodat dat toch mogelijk blijft. Winkeliers zijn over het algemeen niet tegen een autoluwe binnenstad, maar vinden dat er bij de invulling van dat beleid te weinig rekening met hen gehouden wordt. De plek van een uur vlak bij de winkels, die vinden wij belangrijk en die zijn er bij nu bij lange na niet voldoende in deze plannen. Want scheelt dat ondernemers echt in de portemonnee? Absoluut. Je ziet ook dat door corona dat het winkelen veranderd is. Mensen willen snel even wat halen en niet te lang in de binnenstad blijven. En dan zijn die kort parkeerplekken toch essentieel voor ondernemers om gewoon op lange termijn hun zaak te kunnen runnen. De plannen zijn nog niet definitief, dus de ondernemers hopen nu via de inspraak toch wat meer plekken om kort te parkeren te regelen. We schrijven op een gegeven moment gaat de boot waar we nu wonen aan de kant. Dan schrijven we deze naar de overkant en dan even een stekkertje aan de kadekant erin. Hebben we ook stroom. Het duurt nog even voor er verhuisd wordt, maar het begin is er. Leidenaren Arnoud en Nienke zijn deze week gestart met de bouw van hun bijzondere woonboot. We wilden geen rechte doos op het water, zoals heel veel boten zijn. De boot is verdeeld in verschillende compartimenten. En die hebben we allemaal een slagje gedraaid. Dus waardoor je dus een kijkrichting meer richting het groen voor ons krijgt. De gedachte is dus dat die kavels staan voor de verkaveling van hoe vroeger de boeren hun land verdeelden. Naast een speciale vorm wordt de woonark ook zo duurzaam mogelijk gebouwd. De hele bouw is biobased. Wat is dat? Gemaakt van duurzame materialen en zoals dus dit hout. De gevel en de isolatie is kurk en we krijgen een groen dak en de verwarming wordt infrarood. En wat heeft jouw opa er dan mee te maken? Mijn opa, die heet Mans en die, zo heet onze woonboot nu ook, nou ja, die het gaat worden. Hij is burgemeester geweest in de omgeving van Utrecht en was verantwoordelijk voor de ruilverkaveling tussen boeren. En daarop hebben jullie je laten inspireren met die vormen? Precies, de vormen zijn van de boot, hebben allemaal een eigen betekenis en zijn zo een soort van kavels. En vonden we mooi om mijn opa daar naar te vernoemen. Groep 6 van basisschool Joppens aan de Van Vollenhovenkade is de winnaar van de eerste Leidse textielrace. De leerlingen hebben de afgelopen weken de meeste oude kleding ingezameld voor de wedstrijd die werd georganiseerd door de gemeente Leiden en textielinzamelaar Symphony. We hadden 65 punten in totaal en deze school heeft 1955 kilo ingezameld. Tot vanochtend is er gewogen en het was een soort nek-aan-nek race. Maar deze school heeft gewonnen en ze zijn natuurlijk hartstikke blij. Eén, dat ze natuurlijk textiel hebben gered van de verbrandingsoven. Maar ze hebben ook een schoolreisje gewonnen naar Nemo. En ik begreep net 8 december gaan ze met elkaar op reis en ze hebben er super veel zin in.
Ja, en dat redden van die verbrandingsoven, dat is natuurlijk eigenlijk het doel van deze actie, hè? Zeker. En ook inderdaad veel meer bewustwording dat je dingen niet weggooit, maar dat je ze opnieuw gaat hergebruiken. En dat kan natuurlijk eerst. Er zijn ook veel kinderen die van oudere broers en zussen kleding aan moeten. We kennen het allemaal. Maar als het uiteindelijk niet meer gebruikt kan worden, niet in de prullenbak, maar in de inzamelbak, zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden. Samen met de oudste deelnemer knipte wethouder Rick van Woudenberg donderdag symbolisch een lintje door in Dalton School De Leeuwerik in Leiderdorp. Met de handeling vierden de aanwezigen dat het dak van de gymzaal van de school sinds kort vol ligt met zonnepanelen van coöperatie Zon op Leiderdorp. Mijn dak is niet helemaal geschikt. En ik wou toch mijn bijdrage leveren. En op die manier zijn we dus bij de coöperatie Zon op Leiderdorp terechtgekomen. Als wij daken hebben, dan leggen wij de zonnepanelen op en we krijgen die dingen verkocht, want er is echt heel veel belangstelling voor. Maar we komen gewoon daken tekort, dus ja. We hebben vanuit de zonnecoöperatie de vraag gekregen van, heb je als gemeente nog eigen daken beschikbaar die we kunnen gebruiken voor zonnepanelen? En toen hebben wij hier een diepgaand onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het dak en de mogelijkheden en de ruimte op het dak. En of dat paste binnen de wensen van de zonnecoöperatie. En dat, ja, dat bleek zo te zijn. En toen moesten er allerlei juridische en subsidietechnische maatregelen genomen worden. Handtekeningen gezet en uiteindelijk zijn ze deze zomer gekomen. Het is een enorm bureaucratische klus op een of andere manier. Maar het is allemaal gelukt en dat is echt heel fijn. Dus zeker feestelijk. Nu denk ik ook aan een... Ik ben toe aan een nieuwe auto. Wat wordt dat? Hybride of helemaal elektriciteit? Er bestaan nog geen coöperaties voor. Er bestaan geen coöperaties voor, dus. Helaas nog niet. Een goed idee.